Mijn naam is Richard Zuiderveld en ik ben schrijver en docent geschiedenis op het Kamer College in Emmen. Een jaar geleden kwamen leerlingen naar mij toe met de vraag: meneer, waarom hebben we het in de les zo weinig over historische vrouwen? Ik besloot onderzoek te gaan doen en kwam achter een paar prachtige verhalen, waaronder dat van Julie de Aubigny, een biseksuele, zwaardvechtende operazangeres. Het was 1673 toen Julie werd geboren op het paleis van Versailles. Haar vader was schermleraar van de adellijke jongens en ook zij mocht les krijgen. Maar Julie was heel rusteloos. Op 14-jarige leeftijd kreeg zij een affaire met een andere schermleraar en ze besloten te vluchten. Maandenlang reisden ze door Frankrijk en ze kwamen aan hun geld door kroeggevechten te houden en door te gaan zingen. Maar ook raakte Julie weer uitgekeken op haar schermleraar en ze kreeg een relatie met een meisje. De ouders van dat meisje waren er absoluut niet blij mee en ze besloten hun dochter in het klooster te doen. Julie liet het er niet bij zitten. Ook zij liet zich aanmelden bij het klooster als non. Ze verbleven daar een tijdje, maar ze wilden samen ontsnappen. Om dat te doen, gingen ze het lichaam van een overleden oude non in de kamer van het meisje leggen en staken alles in brand. In alle tumult die ontstond, ontsnapten ze en weer konden zij samen reizen door Frankrijk. Maar na 3 maanden was het meisje uitgekeken op Julie en ze besloot terug te gaan naar huis. Toen de ouders van het meisje erachter kwamen dat hun dochter nog leefde, besloten ze Julie voor de rechter te slepen. Julie vluchtte opnieuw en reisde weer door Frankrijk heen, alleen. Ze besloot om naar Parijs te gaan, want ze droomde ervan om bij de opera te zingen. Dat kon niet, want ze had een misdrijf gepleegd. De enige die haar kon vergeven was Lodewijk XIV, de zonnekoning. Hij was zo onder de indruk van haar verhaal dat hij al haar misdaden vergaf. En eindelijk kon ze optreden. Ze werd beroemd vanwege haar prachtige stem, maar ook berucht vanwege alle vechtpartijen die ze had. Ze beet zelfs een acteur in het oor en deed mee aan kroeggevechten. Eén keer maakte ze het wel heel erg bont toen ze werd uitgenodigd op een feest in Versailles en ze gekleed als man kwam. Ze danste en flirtte en zoende met jonge vrouwen. 3 aanbidders van een adellijke dame waren er absoluut niet blij mee en ze daagden haar uit voor een gevecht buiten het paleis. Ze versloeg ze alle 3 en dat zorgde voor een enorme rel in Frankrijk. Opnieuw moest ze vluchten, maar weer werd ze vergeven door Lodewijk. Julie vond pas eindelijk haar rust toen ze een relatie kreeg met de marquisin de Florensac. Ze leefde 2 jaar lang samen, totdat de marquisin de griep kreeg en stierf. Julie was ontroostbaar, ging bij een klooster en daar overleed ze op 33 jaar.